Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Wetenschapsjournalist Frans Steenhout en archeoloog Erwin Meilemans praten tussen pot en pint met kenners van de prehistorie over de meest markante Vlaamse vondsten en hun belang voor onze hedendaagse samenleving. Vandaag aan de toog, professor-priester Piet Vermeers en cultuurhistoricus David van Rijbroek. Prehistorische archeologie, dat is eigenlijk moeilijk. Je probeert de hele wereld te reconstrueren aan de hand van zeer weinig. Klimaatverandering is fundamenteel om het ganse geheel te kunnen begrijpen natuurlijk. Dit is natuurlijk iets problematisch als de geschiedenis van de mensheid vooral bestudeerd wordt door westerlingen. Terwijl het gaat over de geschiedenis van de hele mensheid. De mens laat normaal zijn hoofd niet achter op zijn woonplaats. Er is een spirituele leegte gekomen. En wat is er voor in de plek gekomen? De Primark. In deze aflevering zien student en professor elkaar na 30 jaar terug voor een diepgaand gesprek over de geschiedenis van de Vlaamse archeologie, over het ontstaan van de mensheid, over de link tussen steentijdarcheologie en kolonialisme en wat als Christus vroeger was gekomen. Piet en David bespreken het hier aan de Archeotoog. Welkom allemaal aan de Archeotoog. Ik ben Frans Steenhout en naast mij zit Erwin Meijermans. Dag Erwin. Dag Frans. We zitten hier vlakbij Mechelen in de Batteliek. Een microbrouwerij, een restobar en eigenlijk ook een voormalige kerk. Ja, klopt. Een ontwijde kerk. Vorig jaar omgebouwd tot microbrouwerij. Ze maken hier bier en ook limonade. En we hebben hier vorig jaar, dat is misschien ook wel interessant voor professor Vermeers, een toevalsvondst gedaan van een oude bodem uit het laat-glaciaal. Alle ruitperiodes, 3 meter lager onder de oppervlak, zat een mooie Usselo-bodem, zoals dat heet, 12.000 jaar oud. Dus Battel is ook een bedekt prehistorisch landschap eigenlijk. En dus zeker iets wat onze gasten vandaag zal interesseren. En ik denk dat we mogen zeggen dat we heel interessante gasten aan tafel hebben. Misschien moet jij eens even voorstellen, Erwin. Ja, ik kan bij beide heren eigenlijk heel uitgebreid gaan, maar dat ga ik dus niet doen. Ik ga het proberen heel kort te houden. Professor Vermeers, wat mogen Piet zeggen, hebben we vandaag gehoord, was docent aan de KU Leuven sinds 1971 en publiceerde zijn doctoraat in de geografie steentijdmateriaal in het noordelijk Hageland in die periode, waar hij gebruik maakte van collecties van amateurarcheologen. Het is eigenlijk een beetje citizen science, zoals dat tegenwoordig modern heet, avant la lettre. Zijn vele onderzoeken reikten van de Vlaamse Ardennen tot in de Kempen en van de oude tot de nieuwe steentijd, dus op alle vlakken een heel brede range. Met zitten zijn onderzoeken nog steeds toonaangevend zijn, bijvoorbeeld de Neandertaler zitten van Veldwezelt, de Magdaleniaan zitten van Cannes, eigenlijk de enige bekende zitten van die periode in Vlaanderen. En ga zo maar door, we voorzien een biografie in de show notes. En zo stond hij met de oprichting van het Lab voor Prehistorie in de jaren 1970 aan de wieg van de steentijdarcheologie in Vlaanderen, maar ook in België. Daarnaast was hij ook nog actief in Afrika, Egypte vooral, waar ook enkele internationaal belangrijke ontdekkingen werden geboekt. Maar dit komt allemaal nog aan bod straks. Dus welkom professor Piet Vermeers. Dank u. Wat vindt u van de locatie? Ja, maar ja, het is mooi. Het is mooi, ja. Het herinnert inderdaad nog wel aan een kerk. Maar het is inderdaad mooi omgebouwd tot iets anders dat blijkbaar zeer bruikbaar is. En onze tweede gast is David van Rijbroek. Die hoeven denk ik aan de meeste mensen niet voor te stellen. Historicus, cultuurfilosoof, politiek geëngageerd, klimaatsbewust. Schrijver van een indrukwekkend geheel aan fictie en non-fictie. Maar vandaag hier nog eens vooral als prehistoricus en archeoloog. En ik hoop dat hem dat deugd toe ook. Absoluut. Aan de toog, hij studeerde initieel archeologie aan de KU Leuven bij professor Vermeers. Maar doctoreerde met zijn proefschrift From Primitives to Primates aan de Universiteit van Leiden, waarin hij op zoek ging naar de evolutie van onze blik op de prehistorische mensen en gemeenschappen en de evolutie daarin. Maar ook in zijn recenter werk kunnen we toch zijn archeologisch geschoolde blik toch ontwaren af en toe, als maar in sommige beginstukken van boeken of toch af en toe die kwinkslag erin. Dus welkom David van Rijbroek. Dank u wel. Heel fijn om hier te zijn. Ik ben heel blij om hier met Piet te zitten. Ja, wij kennen elkaar allemaal redelijk goed, mag ik zeggen. Hè. Inderdaad. En om verschillende redenen zijn we elkaar tegengekomen ooit in de geschiedenis. Vandaar dat wij met plezier Piet gaan zeggen in plaats van professor, dokter, emeritus. Of moet de emeritus eerst komen eigenlijk? Ik weet het niet. Ja, David is ook dokter natuurlijk. Ja. Maar we zullen toch maar David zeggen voor deze gelegenheid. Het is goed, dokter Steenhout. Ik ben nooit dokter geworden. Dokter anders. David, ik ga eens met u misschien toch beginnen. Intussen schrijver, gevierd auteur van een paar standaardwerken, mag ik wel zeggen. Ooit, toen ik assistent was bij Piet, ben jij meegeweest naar Egypte. En ik vroeg mij af, in hoeverre dat die prehistorische vorming, of hoe moet ik het noemen, dat die toch nog altijd meespeelt in wat jij nu doet. Nog altijd, denk ik.
Ik heb archeologie gedaan omdat ik in heel veel geïnteresseerd was. En archeologie leek zo'n klein vakgebied, maar er kwam ongelooflijk veel in samen. Van kunstgeschiedenis tot aan scheikunde en bodemkunde. En ik vond het allemaal boeiend. En ik vind het nog altijd boeiend. En in de tweede college wat ik had, was bij toen nog professor P.M. Vermeers in de Redingenstraat. Eerste inleiding tot de prehistorie en menselijke evolutie. En ik dacht van ja, maar dit wordt het hier wel. Eigenlijk in mijn eerste week in Leuven wist ik dat ik prehistorie wilde verder zetten. Op dat onderwerp me interesseerde en dat ik Piet een ongelofelijke prof vond. Een geweldige docent. En ik heb dat gedaan, ben daarna ook ben daarna naar Engeland gegaan en naar Nederland, ben daar gedoctoreerd. En het lijkt nu dat ik een beetje ver ben weggeëvolueerd van de archeologie, ben veel bezig met de toekomst nu. Maar net als het gaat over die toekomst en klimaatverandering, dan is het toch wel een voordeel om dat diepe verleden te kennen en die diepe processen al meegekregen te hebben. En die enorme tijdsdiepte. Ja, die hele lange tijdsperspectief. Ook, ja, en ook geografisch uiteindelijk. Geografisch. Ook in mijn werk over democratie bijvoorbeeld. Ik heb een boek geschreven over democratie waar ik vlotjes zo 2000 jaar van hoe doen we dat nu eigenlijk? Ik denk dat soort durf om op lange termijn te denken, die krijg je wel mee dankzij een opleiding in de archeologie. En in de prehistorie. In de prehistorie, uiteraard. 2000 jaar, dat is een voormiddag. Ja, ja. Dat zijn maar een paar minuten eigenlijk in de evolutie van de mensheid. Hè. En toch ben jij daar als eerste in België echt mee begonnen. Hè. Enfin, maar ja. Zeker langs de Vlaamse kant. Hè. Langs de Vlaamse kant ben ik, ja. Hoewel, er waren toch heel wat amateurs die ermee bezig waren en die er ook al heel wat over wisten. Ja, je hebt ook nog professor Van Noten toen, die het ook in mijn bijbeen. Ja, professor Van Noten was ook toen ook bezig. In feite nog wel iets vroeger dan mezelf. Was professor Van Noten niet meer iemand die daar Afrika trok in het begin? Moest richting meer antropologisch werken. Vooral in Afrika, ja, vooral in Afrika gewerkt, maar dan toch ook. Toen hij aan het Afrikaans Museum verbonden was, heeft hij ook serieuze opgravingen gedaan in meer van het laat Paleolithicum. Toch wel erg belangrijk geweest en daar ook dan nieuwe benaderingen binnengebracht. Maar toen jij begon met die prehistorische archeologie in België, uiteindelijk stond dat nog een beetje in zijn kinderschoenen. We hadden natuurlijk grote vondsten gehad. Ja, maar je hebt ook professor De Laat gehad aan de Universiteit van Gent, die toch belangrijk boek heeft geschreven over de prehistorie van België. En daarbij ook nog Mariën aan de Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis. Dus laat ons zeggen, ik ben de eerste die een echt onderzoek laboratorium heeft kunnen oprichten binnen onze universiteit. Ja. Ja. En wat dat betreft is dat eigenlijk, jij bent ook priester, hè? Ja, ik ben voor priester, de duidelijkheid, misschien dat veel mensen dat niet weten, en dat ze de link tussen een priester en de prehistorie, dat misschien wel, dat is in Frankrijk natuurlijk altijd wel een belangrijke link geweest, hè? Want je hebt daar veel abbés. Abbé Bruy bijvoorbeeld is een van de belangrijkste mensen geweest van het onderzoek van de prehistorie in Frankrijk. En waar komt die link vandaan volgens u? Wel, geïnteresseerd zijn in ontwikkeling van de mens, in de evolutie van de mens. Er is daar zoveel over te doen geweest, waarbij in feite het christelijk geloof dan toch een beetje in de schaduw werd gezet en blijkbaar niet meer wist waarover het ging. Zo dachten sommigen althans. En dat was natuurlijk een uitdaging. Je wilde daar toch wel iets meer over weten. En dus vandaar. Dus de kerk stimuleerde effectief die onderzoeken eigenlijk, dat onderzoek naar de prehistorische. Ik heb mij nooit gestimuleerd gevoeld door de kerk. Maar je mocht wel je eigen ding doen uiteindelijk. Maar nergens ook beperkt geweest, in tegendeel. Nee, ik heb altijd mijn onderzoek kunnen doen. En ik ben bovendien ook erg ideeën opgedaan bij de jezuïet Théa de Chardin. De Franse jezuïet die onder andere betrokken was bij de Homo erectus en de synantroop in China. Dus ja, daar was wel een beetje een kerkelijke traditie in de studie van de prehistorie. Dat is ook het moment, Piet, waarop het katholicisme het darwinisme aanvaard heeft. Hè. Dat heeft een tijd geduurd, maar jij behoort tot de generatie waar dat niet langer een strijdpunt was. Ik heb daar nooit
nooit een strijd over geweten, in feite. Voor mij was dat misschien was die strijd al een beetje gevoerd daarvoor, eigenlijk. Ja. Daar, want je hebt die oudste vondsten van bijvoorbeeld de toonkind en dan de eerste Out-of-Africa-theorieën. Dan krijg je wel, ook met de Leakey's onderzoeken, krijg je eigenlijk wel een reactie van de kerk die dan zo toch... Ja, van sommigen. Maar, van sommigen, inderdaad, ja. Van sommigen, ja. Ja, maar de algemene er zijn er nog altijd in Amerika een hele hoop. Ja, vooral creationisten nu. Maar ja, goed. Mens is vrij om te denken wat hij wil, hè, maar... Ja. Mij heeft dat eerder gestimuleerd dan tegengehouden. Heeft dat prehistorisch onderzoek, heeft dat uw beeld van de mens veranderd, ook als religieuze mens? Of, Maar ja, het verandert nog altijd mijn beeld over de mens, omdat je voortdurend denkt, hoe is dat gegaan? Hoe komt de mens ertoe om nu te denken zoals zij denkt en dingen te doen, zoals bijvoorbeeld religieuze activiteiten, voor zover ja, dat je dat activiteiten kunt doen. Hoe kom je daartoe? Wat is de achtergrond? Ook als je geconfronteerd wordt met de prehistorische kunst bijvoorbeeld. Ja, wat zit daarachter? Wat leefde er in die ideeën van de mens, in het verstand van de mens? Hoe is dat tot stand gekomen? Wanneer zie je dat voor het eerst verschijnen? Dat zijn allemaal vragen die eigenlijk nu nog altijd geen oplossing hebben en nooit een oplossing zullen krijgen, naar mijn oordeel. Maar die wel stimuleren om ja, daarover proberen na te denken en te zoeken. Daar ging eigenlijk uw doctoraat ook over, hè? Over het zoeken naar analogieën, over dat soort gedrag bij etnografische parallellen. Over... Dan wordt het ook natuurlijk heel complex en het wordt natuurlijk ook wel ja, misschien een beetje foutief denken. Wat Piet zegt, het archeologisch feitenmateriaal, zeker in de prehistorie, is vaak schraal en beperkt. En om dan het beeld te vervolledigen, grijpt men naar analogieën uit het heden. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. En ik heb in mijn onderzoek toen gekeken naar hoe in de 19e eeuw etnografische parallellen werden gebruikt. De Neandertaler werd ontdekt in het Neandertal in Duitsland. En toen dachten ze, wacht, die hebben dikke wenkbrauwen. Dat doet denken aan Australische aboriginals. Als we nu maar goed Australische aboriginals bestuderen, dan weten we hoe de Neandertaler zich gedragen heeft. Dat is moreel problematisch, dan ook wetenschappelijk heel erg problematisch. En dan zie je een keer dat de Tweede Wereldoorlog voorbij is, stopt men daarmee. Vanaf de jaren 50 komt zo de family of man. We gaan minder raciaal te werk gaan. En op dat moment worden primaten als een soort de nieuwe stand-ins opgevoerd om te kijken naar de Australopithecus die op dat moment ontdekt wordt. Maar ook dat, ik vond dat zeer problematisch. Het gemak waarmee men chimpansee gedrag uit het oerwoud terug heeft geprojecteerd naar vroeg hominide gedrag uit de prehistorie. Ik vond dat methodologisch zeer problematisch en ik kan me daar nog altijd aan storen. Het leeft nog altijd door, want ik had gisteren in de krant zelfs over de ontsnapte bonobo in Plankenaal. Er nu heel veel onderzoek is naar bonobo's in Plankenaal. Maar dat werd ook vernoemd van dat we daaruit kunnen leren over het gedrag van de vroegere mensen. Dus het is nog altijd wel iets dat leeft. Dat zinnetje is vast de prik in subsidie aanvragen, want blijkbaar zijn we zo antropocentrisch dat we alleen geld geven als het iets over onszelf bijleert. Ja. Maar het is ook, ik vind het echt problematisch. We zijn bonobos afgesplitst van chimpansees vermoedelijk al wel, heel lang 2 miljoen jaar geleden. Die hebben een heel eigen evolutie in het Congolese oerwoud doorgemaakt. En om dan te zeggen, zoals bonobos zijn vandaag gedragen, dat zijn een soort levende fossielen. Ja, ik heb daar eigenlijk altijd... Mijn doctoraat is dus uit een soort ergernis. Uit dat soort gemakzuchtige interpretaties voortgekomen. Ja. Ik denk dat wij nooit gaan weten wat bijvoorbeeld een Neandertaler dacht. Ja. Of wat een Homo erectus dacht. Wat zijn spirituele wereld was. Ik denk, daar moeten we vanaf zien. Dat kunnen we niet bereiken. We hebben geen enkele methode. Maar fracties van wat hij heeft gemaakt en geproduceerd natuurlijk. Ja. Daar kunnen we iets over zeggen. Wat hij gedaan heeft. Ja. Hoe hij geleefd heeft. Maar wat de spirituele wereld was. Die ons nu ook als mens toch bijzonder interesseert. Ook van onze eigen spiritualiteit. Daar gaan we nooit iets over te weten vinden. We kunnen alleen vaststellen dat er zeker ook bij de Neandertalen een soort van verwondering was over wat ze begroeven hun doden. Het zijn mensen. Het zijn mensen. Dus ja, zij moeten ook een zeer rijke spirituele wereld gehad, maar die kunnen we niet benaderen, naar mijn mening. In die zin ben ik wel heel gelukkig met dat boek wat nu een paar maanden geleden is verschenen, The Dawn of Everything van David Graeber en David Wingrow, een antropoloog en een archeoloog. David Graeber, die zo belangrijk was in de Occupy-beweging, is inmiddels verschrikkelijk jong gestorven. En het is eigenlijk
Ik vond het heel interessant. Het is lang geleden dat prehistorisch en archeologisch onderzoek opnieuw zo debat zijn van politieke discussie. En waarbij ze tegen de Hararis van deze wereld ingaan, die vrij schematische reducties maakt. En wat Piet zegt, het zijn mensen. En dat betekent, het zijn ook mensen die keuzes maken. En we kunnen inderdaad die ideeënwereld niet reconstrueren. Maar denken dat ze alleen maar de speelbal zijn geweest van ecologische condities. En bijna zoals korstmossen zeg maar nestelen waar er toevallig een ecotype ontstaat. Ik vind dat heel interessant om die discussie opnieuw te zien gevoerd te worden. Ja, Piet, je was dan bezig met Vlaanderen en met een aantal interessante sites, ongetwijfeld. Maar toch, de hang naar het oudere en naar het vroegere, dat zat er toch wel een beetje in. Is het daarom dat je naar Egypte bent getrokken dan? Of was dat, nee, dat is ook louter toevallig geweest. Als je over Egypte spreekt, ja, iedereen denkt aan mummies en aan piramides. Ja. Maar, wel, ik was juist begonnen dus met mijn doctoraat. En op dat moment was de archeologie in Egypte voor de Belgen terug toegankelijk. We hadden geen toegang meer omwille van de Lumumba-crisis en het afbranden van de Belgische ambassade in Cairo, waarbij alle Belgische goederen genaast waren geweest, onder andere ook het huis van de Belgische opgravingen, dat door koningin Elisabeth destijds nog was bezocht geweest en waar men de concessie had voor de oude stad El Kab. Dat was terug toegankelijk. En professor De Meulenaren van de Universiteit van Gent had de opdracht gekregen om daar opnieuw te gaan opgraven. En hij zocht dus een equipe. En hij had aan professor Naster, een archeoloog van Leuven, gevraagd: kende jij niemand die daar de topografie zou kunnen gaan van opnemen? En dat was ter horen gekomen aan mijn promotor, professor Gullentops. En die had gezegd: ja, ik heb iemand. En hij had mij geroepen en hij had gezegd: jij gaat naar Egypte gaan, je gaat daar de topografie gaan opnemen van die stad El Kab. Ik zei tegen hem: ik heb daar niks van, hoe moet ik dat nu gaan doen? Ik heb nog nooit een toestel in mijn handen gehad. Tut, zei hij, je gaat gaan en je moet u maar inlichten. En ik ben mee geweest dan en we hebben dat fantastische een eerste prospectie gedaan. Welk jaar is dit, Piet? Dat moet in het jaar 66 of 67. Dus 5 jaar na de moord op Lumumba mochten de Belgen terug aan de slag. Ergens in die periode was dat. En dan zijn we daar met de anderen naartoe gegaan en ik moest dus zorgen dat ik alles kon op kaart brengen. Ik heb dat dus, toestellen gekocht en zo. Ik ben begonnen dat te karteren en de kaart is er wel uiteindelijk gekomen, maar niet door mij. Want bij mijn eerste karteringsoefening, dan loop je veel op terrein rond en ik heb gekeken. En toevallig heb ik daar prehistorie gevonden die nog niet was gekend in Egypte en tot nog toe nog altijd niet in de Nijlvallei in de vorm van gekend. Op vuurstenen afslagen. Afslagen materiaal. Had ik daar gevonden. En daar heb ik dan tegen professor De Meulenaar gezegd: ja, kijk, ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in de prehistorie dan in het maken van kaarten. En ik ken iemand die zeer goed kaarten kan maken. Dat was professor De Puit. En dat was goed. Ik mocht de zaak omslaan. En daar ben ik dan beginnen graven. En dan heb ik inderdaad daar een totaal nieuwe cultuur gevonden die toen in de Nijlvallei onbekend was en nu nog altijd onbekend was. Af en toe, Er is dus geen enkel site in de Nijlvallei ontdekt uit die periode van 8000 jaar geleden, terwijl in de woestijn daarna zijn er honderden, duizenden sites gevonden die daarmee kunnen gecorreleerd worden. Is dat de Natufiaan of niet? Nee, het El Kabiaan heb ik dat genoemd. Het El Kabiaan. Maar nu in de woestijn, in de westelijke woestijn, zijn er duizenden sites gevonden geweest door Polen, door Italianen, door Duitsers, door Amerikanen. Dat is de Groene Sahara die men vanaf ongeveer 9000 jaar ziet ontstaan. Wel, die waren ook in de Nijlvallei.
Maar in de Nijvallei zijn die nu niet meer te vinden. En daar kan je alle soorten redenen voor aanbrengen. Van erosie, van wel. Dus dat is de aanleiding geweest van dan in Egypte te beginnen en verder te doen. Uiteindelijk had ik het gezien in El Kap. En ben ik met een eigen expeditie begonnen. Ja. Waar jij ook nog bent mee geweest, hè, David? Ik ben 1 jaar mee geweest. Dat was in Sotmijn Kijf, in het Rode Zeegebergt, in de woestijn, op anderhalf uurtje rijden van de Rode Zee. En ik weet, Piet, tijdens een lunchpauze zaten wij op de rand van die grot. En ik besef nu, je was toen zo oud als ik nu ben, denk ik. En je zei, mijmerend uitkijken over de woestijn. En dat doe ik nu al 30 jaar, zie. En dat is 30 jaar geleden. En is dat daar ook wat, het skelet van Aslet Kater, daar in de buurt? Nee, dat was in de Nijvallei. Dat is dus wanneer onze eerste expeditie begonnen zijn. Ja, dat was de vraag natuurlijk, waar gaan we... Ja. De Amerikanen en de Polen, dat was de Combined Prehistoric Expedition, die over veel geld beschikte, die konden vanuit het zuiden van Assuan naar boven gaan. Zij hadden deelgenomen aan de ganse grote internationale voortredden van de archeologische, bij het bouwen van de Dam van Assuan. Ja. En zij waren van daaruit dan naar het noorden getrokken. En ik dacht, ja, wij gaan niet in hun vaarwater gaan zitten. Ik ga een beetje meer naar het noorden beginnen. En we zijn dan in Assiut begonnen, in Midden-Egypte. En vandaar naar het zuiden gegaan. En wat was onze methode? Dat was gewoon de woestijn inrijden. Ja. Kijken, leren kijken. De kleuren van de woestijn. De verhevenheden van de woestijn. Proberen te begrijpen hoe is dat landschap ontstaan, wanneer is dat ontstaan. Maar echt puur visueel, want echt kaarten, echt goede kaarten, topografische kaarten. Kaarten hadden we niet, niks. Dat was puur visueel en kijken en stoppen en hier een keer een beetje gaan krabben. Overal in de woestijn worden putjes gegraven, blijkbaar om keien en zand te halen naar de vallei om daar te bouwen. En wij gingen al in al die putjes, al die groevetjes gaan kijken en ja, dan vond je materiaal dat prehistorisch materiaal was. En op die manier, we deden 1 jaar een prospectie waar we alleen maar rondreden en observeerden en noteerden. En dan het jaar daarop namen we het besluit, kijk, we gaan hier of daar verder gaan graven. En zo zijn we in Nazlet Gater terechtgekomen. Dat was dichtbij Tachta. Dat is Centraal Egypte. Centraal Egypte. En daar zijn we dan beginnen graven. En ja, interessante dingen gevonden. Midden-Paleolithicum, enorm veel verschillende soorten Midden-Paleolithicum. En dan gegraafd ene put en geprobeerd de stratigrafie te begrijpen, maar je begrijpt het niet. En daar was mijn collega Etienne Paulussen dan altijd ook bij. Dat was de man van de pure geomorfologie. En op die manier konden wij dan proberen inzicht te krijgen in de opbouw van de lagen door de Nijl of door de woestijn. En te zien waar zitten de resten van de prehistorische mens. En daar zat dat skelet ook, Piet. En dan... Dat is een midden-paleolithisch skelet. Nee, dat is een jong-paleolithisch skelet. Het is de moderne mens. We waren dus daar aan het graven en dan is Gullentops een keer op bezoek gekomen en hij zei, kijk, daar is nog een terras, moet daar ook eens graven. En we zijn daar begonnen en daar vonden we dan jong-paleolithicum, dat we nergens anders hadden gevonden. En dat was een mijnsite met verticale schachten om vuursteen te gaan ontginnen onder de grond. En we hebben dat zeer goed kunnen dateren en dat bleek van 30.000, 40.000 jaar oud te zijn. En we vonden daar een bijl, verschillende bijlen. Maar we hadden op een andere heuvel voor het Midden-Paleolithicum ook gegraven en we hadden daar kuilen gemaakt, maar eigenlijk, ja, we waren daar gestopt omdat het toch niet zo goed bewaard was en zo. Maar goed, de volgend jaar met de studenten ging ik dan naar de verschillende plaatsen die we al opgegraven hadden vorig jaar om te zeggen, kijk, hier zit dat zo en dat. En op die manier een beetje de zaak uiteen te zetten. En we kwamen bij een van onze kuilen van 2 jaar voordien en die stonk vreselijk, want er waren ik weet niet hoeveel honden in begraven geweest van het dorp.
En ja, we hadden daar stratigrafie en ik wees dat. En in één keer zag ik daar een been liggen, een stuk been. We pakken dat eruit, maar ik zeg, wat, dat is een schedel. En dat was inderdaad een schedel van een mens. En tussen de hondenkarkassen. Ja, dat was het stuk van de groeven van de kuil was een beetje ingezakt. Hè. En daar kwam dat uit. Ongelooflijk. En dan zijn we daar beginnen graven. En daar vonden we dan een volledig skelet. Ja, met onder andere een bijl die we ook in de mijnschachten vonden. Ja. Ja, en een bijl, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Wel, dat is een... Een vuistbijl, iets van die strekking? Of? Wel, ja, dat gelijkt op een zeer jonge vuistbijl. Ja. Langs de twee kanten, boven en onderaan, bewerkt. Maar dat was een type die we eerst niet konden thuisbrengen. En die we nu wel kunnen thuisbrengen in die periode van tussen de 35.000 en de 40.000 jaar. En dat skelet is dan een moderne mens geweest. Dat is vlug vastgesteld en is nu volledig gepubliceerd door Clive Keur, die daar een doctoraat over gemaakt heeft in Bordeaux. Ondertussen is dat skelet terug naar Egypte moeten gaan. Vind ik spijtig. En het ligt nu in het nieuwe museum in Cairo bovendien. Maar dat is werkelijk het best bewaarde skelet van een moderne mens van die ouderdom uit gans Noord-Afrika. En waarom vind je dat spijtig, Piet? Je kan toch begrijpen dat een jonge Egyptenaar het recht moet kunnen hebben om zijn eigen prehistorische artefacten te bewonderen? Ja, ik volg je volledig, David. Maar allee, ik moet eerlijk zeggen, mijn ervaring met de zorgen die de Egyptische archeologische diensten hebben gegeven voor wat prehistorisch materiaal is... De focus lag op de andere periodes. Of ja, de faraonische periodes. Natuurlijk. Mijn periode, dat brengt niks op. Hè? Ja. Je kan daar geen toeristen naartoe sturen. Hè? Dat brengt niks op. Nochtans, dat skelet is wel belangrijk voor de Out of Africa 2. Wij hebben daar nooit aan. En eigenlijk vrees ik een beetje dat er ook wel... En dat is bij ons volgend skelet dat we nooit uit Egypte hebben gekregen. Dat daar wel ideeën bij aanwezig was. De mens mag niet zo oud zijn. Ja, dat daar wel die... Zou dat meegespeeld? Die christelijke... Islamitisch. Ja. Dat bij het Katoelaar van de Antiquiteitendienst, om dat skelet, dat veel ouder is, 70.000 of zoiets waarschijnlijk. Dat is Taramsa of niet? Van Taramsa. Taramsa 2, ja. Ja, uit de kuil die... Uit mijn kuil, ja, inderdaad. Uit Frans zijn kuil. Uit Frans zijn kuil. De wand die hij gemaakt had, die is een beetje ingestort. En twee jaar daarna, als ik met studenten zagen we het... De schedel zit... En Taramsa is nooit naar... dat zit daar nog altijd. Dat is zeer snel bestudeerd geweest door Stringer van het Britse Museum. Chris Stringer, ja. Chris Stringer. Die is het eens dat dat een moderne mens is. Een kind van 6, 8 jaar. Maar dat is in zeer slechte staat van... Dat moet gerestaureerd worden. En hij was akkoord om het naar het Britisch Museum te brengen en daar op hun kosten te restaureren. Maar dat is nooit kunnen gebeuren. Het is niet uit Egypte mogen gaan omwille van het leger. Het is het leger dat nooit toelating heeft gegeven. En ik herinner mij de discussie met een grote kolonel waarschijnlijk, die mij niet wou geloven dat dat zo oud was. En wat is het belang van die twee skeletten voor die Out of Africa theorie van de moderne mens? Juist. Er zijn nog altijd grote discussies. Hoe is de Out of Africa gebeurd en wanneer? Hè? Vroeger werd er gezegd, de eerste DNA-analyses gaven aan, rond de 50.000 jaar moet dat gebeurd zijn. Ik heb altijd gezegd, dat kan niet, hè, want dan was het, zitten we in een grote droogte. Maar goed, ondertussen is men nog altijd met grote discussies aan het doen. Hoe is het gegaan waarschijnlijk? En daar is men een andere oud-student, Philippe van Peer, die mij opgevolgd heeft, wel goede ideeën over om te zeggen, het is vele malen gebeurd. Hè. En het is ook gebeurd via de Bab al-Mandab naar Jemen, want daar vind je dan gelijkaardig middenpaleolithicum. In plaats van de Nijlvallei bedoel je? Hè? Ja, in plaats van de Nijlvallei, daar zijn we nog verre van goed inzicht te hebben daarover. Ja. Of vele malen gebeurd, maar heel sporadisch en kleinschalig misschien ook. Want we vinden ook vrij oude skeletten terug, vrij noordelijk uiteindelijk. Maar dan voor de rest eigenlijk niks, maar het is eigenlijk pas vanaf het Ordinaciaan, vanaf 40.000, dat je echt zo die grote... Ja, en blijven ook.
Er zijn DNA-onderzoek. Alleen problemen op dit ogenblik om een goed beeld te kunnen schetsen. Ja, daar komt dat DNA-onderzoek tegenwoordig wel van pas natuurlijk. Maar ja, vele, bijvoorbeeld onze skeletten, daar zit niks meer van organisch materiaal in. Ja. Dat is een beetje het probleem van... Puur fossiel, echt puur steenzool. Dat is door het droge klimaat, zegt men. Maar goed, dat noordoosten van Egypte, het is wel de bottleneck waar langs ze zijn moeten passeren. Wel, dus, ja, tenzij dat ze langs de Bab el-Mandab gaan naar Jemen. En wat is de Bab el-Mandab? Dat ken ik niet. Dat is de smalle doorgang van de Rode Zee naar de Indische Oceaan. Het smalle stukje. Waar ze zo dicht bij elkaar komen. Ja. Maar dan zouden ze moeten over het water. Bij lage zeespiegel, gedurende de laatste ijstijd. Zou het kunnen. Ja. Zou het kunnen, maar dan is natuurlijk het probleem dat het dan meestal droog is. Ja. En dus, ja, we zitten daar nog met vele problemen en er verschijnt nog continu literatuur daarover. Maar klimaatverandering, was dat wel een belangrijk incentive voor die migratiestromen waarschijnlijk? Klimaatverandering is fundamenteel om het ganse geheel te kunnen begrijpen natuurlijk. Hè? Want ook voor de Nijl, en dat is dan mijn laatste wetenschappelijke bijdrage geweest... waarbij ik zeg, gedurende het koudste en het droogste van de laatste ijstijd, dat wil dus zeggen vanaf ongeveer 25.000 tot 15.000, is bijna gans Noord-Afrika leeg. We vinden daar nagenoeg niks van menselijke aanwezigheid. Behalve een beetje langs de kusten, misschien in Libië, in de Cyrenaica en dan in Marokko. Maar niet van die oudste periode. Daar heb je geen continuïteit van het midden-paleolithicum maar naar het jong-paleolithicum. Door bepaalde droogteperioden. En dat moet, mijn mening zijn, de droogteperiode. Natuurlijk, je moet ook rekening houden met het zeeniveau. Het zeeniveau was dan in het droog, in die koude periode 100 meter lager van de Middellandse Zee. Ze konden dus langs de kust gezeten en is nu onder water. Een beetje hetzelfde als het probleem wat wij hier hebben uiteindelijk, hè, met de Vlaamse Vallei. Ja, inderdaad, de Vlaamse Vallei, ook andere zitters bedekt zijn onder... Daar zit onder sedimenten, maar daar zit het onder niet over droogte gesproken, ik ga je nog uw water nog wat bijvullen. Maar dus dan zie je in de Nijlvallei als enig gebied in gans Noord-Afrika mensen aanwezig in die periode, die zitten langs de Nijl. En dat zijn vissers. Maar wij weten ondertussen wel dat de Nijl bijzonder droog was, want er was geen water meer uit Oost-Afrika. Dus de Nijl was dan geen rivier zoals ze nu is. Dat was dan een drup rivier geworden. Maar terzelfde tijd waren in de Sahara enorme winden die zanden opwaaiden. En die zanden gingen over de Nijlvallei en bouwden daar duinen op. En naar mijn mening is dat het fenomeen dat er gebeurd is. Dat is afdammen van de Nijl en daar grote meren die ontstaan zijn. Grote meren langs waar het bijzonder gunstig was. Eigenlijk dat wij in Europa ook kennen, want we kennen ook in die jonge Driesperioden en zo, opstuivingen en vorming van meren. Noord-Vlaanderen is dat rivier ook zo. Die afgedamd worden. Dus inderdaad. Zeg, nog één ding over Egypte. Ik herinner mij natuurlijk, we liepen daar door de woestijn soms. Dat was daar de ene site na de andere. Dat was zo indrukwekkend hoeveel restanten dat daar liggen van die prehistorie. Uit alle perioden die je maar kan bedenken. Is dat niet frustrerend om daar als archeoloog te werken? Dat je denkt van, zo gigantisch vol zit. Ik mis hier veel. Ja en nee, het is juist opwindend van zoveel dingen te vinden en dat te mogen kiezen. Dit gaan we nu verder onderzoeken. Dat is juist spannend. Hè? En dat je begint dan ergens te graven en je hebt succes of je hebt geen succes. Ik moet zeggen, gelukkig waren de Egyptische antiquiteitendiensten niet erg geïnteresseerd in wat wij deden. Ik herinner mij dat we hier op een bepaalde plaats zijn beginnen graven. En ik had dat de kanaalsite genoemd. En we groeven op de kanaalsite en dat er kwam niks uit wat mij interesseerde. En dan heb ik tegen onze inspecteur gezegd, ik heb mij hier vergist, de kanaal zei het is kinder. Ja, maar zegt hij, daar is toch ook een kanaal? Ik zeg, het is daar en we zijn dan op een totaal ander... Maar in feite kon hen dan niet schelen waar wij stenen op groeven. Ja, het was bouwmateriaal voor hun. Ja, dat was niet interessant. Wat dan wel interessant was, op de Ramsa Hill, we waren aan het werken en de profielen aan het doen, samen met uw collega Paulissen. Ja.
En we zagen een auto over en weer, zo'n pick-up over en weer rijden naar de rotswand, zo, ja, kilometers verder. En dan had ik een verrekijker mee gepakt en dan bleken ze dan zo allemaal van die amforen aan het pikken te zijn. En toen zijn ze wel zeer snel in actie geschoten, dat weet ik wel. Ja, terwijl wij daar eigenlijk met een van de boeiendste en interessantste prehistorische sites van Egypte bezig en waren. En ze zijn nog altijd niet daaraan geïnteresseerd. De uitbreiding van de bebouwing in de woestijn in Egypte is... Dat heel snel waarschijnlijk. Al de sites die wij opgegraven hebben van het Jong Paleolithicum en ook die de Amerikanen en de Polen hebben opgegraven, dat bestaat allemaal niet meer. Dat is allemaal gebuldozerd. Ja. Mag ik nog een beetje vroeger gaan? Want in de jaren 50 en 60 hebben we dat werk van de Likies onder andere. Hebben we ook zo een heel grote periode dat er heel veel fossielen worden gevonden. Echt baanbrekend werk eigenlijk. Ja. Is dat de periode waar je ook geïnteresseerd bent geworden in de prehistorie? Is dat, ja, maar ja, ik ben destijds meegeweest met de Likies naar het Turkana-meer. Het Turkana-meer waar de jonge Likie, Richard... Die net gestorven is. De oude Likie heb ik niet meer persoonlijk gekend. Ik heb Mary Likie wel persoonlijk gekend. Van, en ik moet zeggen, ik heb dan nog de intentie gehad van... aan de Likies een eredoctoraat aan te bieden aan onze universiteit. Is echt? Maar ik heb dat dan toch niet gedaan, omdat ik vond dat het eigenlijk... Ja, dat er binnenin Hans dat affaire daar in Oost-Afrika toch dingen aan het gebeuren waren die... Toch ook wel heel veel concurrentie geweest. Want het gaat de Likies, dan hebben we eigenlijk ook de ploeg van Donald Johansson of David Johansson en Tim White... En er was maar heel wat concurrentie blijkbaar om het oudste te vinden. Is het echt? Het was niet altijd zo mooi. Ze wouden elkaar vliegen afvangen. Men ging op de vondsten gaan zitten. Ja, plus er werd ook heel veel gepubliceerd, heel snel gepubliceerd. Ja, ja. En iedereen publiceerde eigenlijk zijn eigen nieuwe versie van de Australopithecine. Ja. Dus om maar iets nieuw te produceren. Ik herinner mij nog wel het congres van Nairobi. Vraag mij niet meer precies welk jaar dat was, waar over de dateringen enorm is gedateerd. De dateringen van de vondsten in Olduvai. Enorm is gediscussieerd geweest. Wat is de ouderdom? En dat waren juist die al moderne methodes van uranium, thorium en zo in de ontwikkeling. En op dat congres werd er daar enorm over gediscuteerd. De ene visie, de andere visie, ja. En ook de discussie van wat is de eerste echte mens achter? Wie heeft werktuigen gemaakt? Wat is eigenlijk de eerste echte... Misschien zullen jullie zich dan nog herinneren dat ik ooit gezegd heb in de les, een mens laat normaal zijn hoofd niet achter op zijn woonplaats. Omdat inderdaad, je hebt de Australopithecine, een Australopithecus robustus, die gevonden is op een plaats waar enorm veel bewerkte vuursteen of kwartsiet werd gevonden. En dan is de vraag, is dat de maker van datgene wat daar is, of is dat de buit van diegenen die daar geleefd hebben? Hè? En dat is natuurlijk bijzonder moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want ondertussen hebben ze ook wel recentere skeletten van andere mensen. Ja, er is tegenwoordig enorm veel. De oudste. Ja. Je kan natuurlijk beginnen discussiëren van wanneer af noem je nu een skelet mens. Hè? Mm-hmm. Ik heb altijd, denk ik, dat jullie zich dat nog herinneren. Mijn we zijn niets vergeten, Piet. We hebben alles onthouden van onze meisjes. We hebben nog goed gestudeerd. Dat in feite voor mij, de mens is er wanneer je echt serieus bewerkte stenen hebt, dan heb je een mens. Dat is eigenlijk de homo habilis, min of meer, traditioneel wordt aangenomen. Maar er zijn nu zoveel homo's. Heel veel, daarnaast, komt er heel veel bij uit. Het is al veel complexer geworden. Maar ik zou zeggen 2,8 miljoen jaar, dat lijkt mij zo wat toch wel 2,8, 2,5 miljoen jaar. De eerste mens, zoiets, ja. Alsof het gisteren was uiteindelijk, hè? Maar kun je ons ook de vraag stellen van in je boek ook van de revolutie bijvoorbeeld, je spreekt dan ook de Java-mens die ook zijn gaan bezoeken, eigenlijk, het skelet. Ja. Dat zal ook wel een bijzondere ervaring zijn geweest. Ik heb mijn doctoraat in Leiden gemaakt. In mijn laatste jaar als student in Leuven was er de viering van de 100-jarige ontdekking van de Java-mens. Toen nog Pithecanthropus erectus en het type fossiel vandaag van Homo erectus.
opgegraven door Dubois. Dat was een Nederlandse legerarts. Die toen ook zo aanleiding gaf tot de out-of-Asia-theorie dan toen in die periode. Dat was toen dus heel oud, he, en de, ook ja. Vandaag, ik geloof dat die nog altijd op een miljoen jaar wordt gedateerd, maar dat was toen ongeveer het eerste bewijs van de geldigheid van Darwin's theorie. Dat was eigenlijk maar kort daarna, he, 1856, The Origin of Species, en 1871, The Descent of Man van Darwin. En dan de Neandertaler was ontdekt rond die periode, 1859, 1856, maar men wist al van, dit lijkt nog te veel op een gewone mens. En Dubois, 1891, 1892, ontdekt op Trinil, op Java, ontdekt daar een schedelkap, een kies en een femur, dat was het, een dijbeen. En dat was zo het idee van, en hij noemde het aap, mens, mens, aap, Pithecanthropus, Anthropopithecus. Ja. Vandaag wordt het ook beschouwd van, dit is eigenlijk nog volop mens, dit is Homo erectus. Maar ik heb toen bij die tentoonstelling van, toen het 100 jaar geleden was, was er een tentoonstelling in het Pesthuis in Leiden, waar die fossielen heel beschermd in zo'n kluis lagen met 6-7 centimeter dik vensterglas. Maar toen ik uiteindelijk met mijn doctoraat bezig was in Leiden, sprong ik op de fiets om het fossielus te gaan bekijken met de toenmalige curator John, ben zijn familienaam vergeten. En die deed toen echt zo de kluis open en achtereenvolgens, het was een hele dramaturgie. Ja, een heel ritueel. Bijna. Echt een ritueel, er stond een tafeltje in tussen wij, bezoekers van het departement archeologie en de kluis. En John legde eerst de kies neer en dan vervolgens het dijbeen en dan de schedelkap. En ik verwijs er naar in mijn boek Revolutie, omdat ik zei van, de oudste Indonesiër die ik heb tegengekomen was echt wel... Echt oud. Echt heel oud. Het is heel lang de oudste fossiel geweest wat we toen kenden, maar in de jaren 50 door de leakies ingehaald door fossielen die zoveel ouder waren. Nee. Maar historisch... Maar eigenlijk de heel koloniaal verleden van Europa, ook van België, Tervuren, link met Congo, het heeft eigenlijk toch wel heel veel bepaald, ook qua dat onderzoek in Afrika en overal. Net zoals die oudste fossielen. Antropologie, in antropologie is men heel erg bewust geworden van eigenlijk zijn wij een koloniale wetenschap. In de archeologie is dat besef ook doorgedrongen in de jaren 90 en zo, waren er heel wat discussies over. Toen ik in Engeland zat, werd dat in hoge mate gevoerd. Maar ik vond het hier heel interessant, Piet, te vertellen. Ik wist dat helemaal niet. De Belgen niet meer mochten komen in Egypte. Van Nasser en Lumumba waren dicht. Nasser was zo de grote voorstander van de bevrijding van Afrika. Dus eigenlijk die koloniale dimensie, die laat-koloniale dimensie, ik verlang dat moment dat heel veel van dat prehistorisch onderzoek niet door Westerlingen moet gedaan worden, lokaal, maar dat de Egyptenaren zelf de waarde van dat erfgoed inzien. Ik betreur dat ten zeerste dat niet gebeurt. Ja. Zij kennen dat niet. En ja, je ziet daar in de literatuur niks van verschijnen. Heb jij ooit uitnodiging gehad, Piet, om aan universiteiten in Egypte les te gaan geven over prehistorie? Nee, nooit. Dat je mensen willen kunnen opleiden om daarin mee? Want we hadden Egyptische medewerkers, maar dat waren arbeiders, dat waren vaklui. Ja. Wel, er zijn bij ons op het instituut voor aardwetenschappen daar nog mensen geweest. Maar ja, Egyptenaren ook. Ja, Egyptenaren. Maar ja, die gaan dan terug naar Egypte en daar verdwijnen ze gewoon. Omdat ze kunnen daar niks doen, ze hebben daar geen middelen, ze krijgen daar niks. Het is allemaal gefocust op dat andere faraonisch verleden. Ik vind het bijzonder spijtig dat je daar werkelijk, en ook op congressen, je ziet... Dit is natuurlijk iets problematisch als de geschiedenis van de mensheid vooral bestudeerd wordt door Westerlingen. Ja. Terwijl het gaat over geschiedenis van de hele mensheid. Het is universele geschiedenis. En dat blijft mij ook een beetje storen. Zo. Ik vind dat wel jammer dat dat vakgebied... Omdat je ook een bepaald perspectief dat mist uiteindelijk. Want je kijkt altijd van de bepaalde Westerse literatuur. Wel, dat speelt mee, maar ook al is het maar op vlak van toe-eigening. Het is toch zonde dat zulke belangrijke vondsten... Uiteraard moet dat idealiter in het land van ontdekking kunnen zijn, maar dat wil je wel, dat er voldoende draagvlak is en interesse is. Maar goed, de faraonische... Kijk, er is ook geen... Tussen islamitisch Egypte vandaag en faraonisch Egypte is er zeer weinig continuïteit, maar het is wel de gouden koe, zeg maar, die het toerisme groot houdt enzovoort. En het is jammer dat de belangstelling en het koesteren van dat erfgoed is er wel, maar het koesteren van prehistorische erfgoed is er helemaal niet. Nee, ik kan u een mooi voorbeeld geven. Wij hebben een belangrijke site, Shuikat, opgegraven. Vroeg jong paleolithicum. Ik schat het rond 26.000, 27.000.
Dat is een belangrijke site. De enige die goed opgegraven is geweest, dat is materiaal is naar Cairo gebracht geweest, is daar in het museum, in het grote museum, gestockeerd geworden. Allemaal volgens de regels van de kunst. Ik kreeg vele jaren daarna een aanvraag van een Amerikaanse doctoraatstudent of dat zij dat mocht gaan bestuderen. Ik zei, natuurlijk mag je dat gaan bestuderen. Ze heeft mij later geantwoord, ja, ze hebben, niemand weet het nog zijn. Ja, is dat niet erg? Ja. Maar ook nu zijn we natuurlijk een klein beetje in een koloniaal proces bezig, door dat erg te vinden, terwijl het erg is. Misschien moet er een omslag komen in onze eigen geesten en zeggen van, ze zullen het vroeg of laat wel ontdekken, hè. Denk ik dan. Ik zou het leuk vinden, moest een Egyptenaar ons erfgoed een keer komen opgraven. Misschien moeten we die uitwisseling organiseren. Maar absoluut. Allee, dat kan niet zijn dat de blik alleen maar vanuit het Westen naar de wereld gaat. Dat is natuurlijk de koloniale dimensie. Ja. Het zou goed zijn mocht... het Neolithicum wat hier in Europa wordt gevonden, is relevant voor een Egyptenaar of een Soedanees of een Peruviaan. Absoluut, ja. En kijk, de UNESCO-gedachte is me eigenlijk zeer dierbaar. De naoorlogse gedachte van er is een soort gedeelde mensheid en er is een deel archeologisch, prehistorisch erfgoed wat niet toebehoort aan één bepaald volk of één bepaalde natie of wat dan ook. En het is werelderfgoed. Ik herinner mij, we hadden altijd inspecteurs, hè, die archeoloog waren. Hè. Mm-hmm. Die waren, hadden een universitair diploma. Als ik dan vroeg, wat heb je over de prehistorie? Wel, dan hadden zij inderdaad nog wel horen spreken van de steentijd, maar dat was dan een boek van voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat was het enige dat zij kenden. Dan zeg je, ja, die opleiding staat niet op peil. Nu zie je wel dat er ook aardwetenschappen, dat ze stilaan daar op peil geraken en daar, je ziet dat in de literatuur, ze verschijnen, de Egyptenaren, en uit de universiteiten van verschillende steden in Egypte. Ik herinner me wel al de arbeiders die wij dan hadden, die dat soms perfecte archeologen waren. Er zat een gast ertussen die eigenlijk precies wisten wat wij zochten. Hè. Dus de link met dat erfgoed moet toch ergens in ons systeem zitten, denk ik dan. Ik heb het nooit vergeten toen wij een van die vissersdorpen uit laat Paleolithicum aan het opzoeken waren. En Wim van Neer, de specialist van de vissen van Afrika, was er toen bij, die had al gezegd, we moeten de gehoorbeentjes van de vissen verzamelen. In minder geen tijd was een van de werklui met zijn dikke vingers, dat gezegd, dat kan nooit lukken, uit de zeefresten, al die gehoorbeentjes aan het op een enorm degelijke manier. Ja. Hij had dat onmiddellijk door wat we moesten hebben. Ja. Ja. Maar dat lees je ook bij de Likis bijvoorbeeld. Het zijn ook de Guineese bevolking die de fossielenjagers zijn, die ook de meeste dingen vinden uiteindelijk. Die het beste blik hebben, die het landschap kennen. Net zoals de geschiedenis van het alpinisme geschreven is, of ongeschreven is, op vlak van de Sherpas. Bedoel, wat dat betreft, het recht een parool. En om dan terug naar Vlaanderen te komen, eigenlijk uw doctoraat bouwde eigenlijk ook op de expertise van mensen die lokale kennis hebben. We hebben zelf, denk ik, tien jaar geleden de collectie van Guus Bosmans gaan inventariseren, die toen op 102-jarige leeftijd was gestorven. Nee. Maar die eigenlijk al vanaf de jaren 20, denk ik, in het Hageland rondliep, ook in de grotten van Dardenne. Die had een fantastische reeks boekjes bij, met schetsen, met locatieaanduidingen. Een geweldige collectie eigenlijk, maar dat is eigenlijk de basis geweest voor ook u om uw doctoraat en het werk in Vlaanderen eigenlijk te beginnen. Al mijn werk in Vlaanderen is allemaal gesteund op het werk van de amateur-archeologen die al de sites die je opgegraven hebt, zijn door hen gevonden geweest. Ja. Dus ook uw periode in het labo, toen het labo al bestond, was dat nog altijd een heel belangrijke factor. Ja, dat was de basis. Ja. Hoe kon ik... Ik deed geen prospectie. Het waren die mensen die prospectie en die dan met hun materiaal afkwamen. En dan dacht ik, ja, dat moeten we toch een keer gaan bekijken. Of nee, dat is niks. Ja. Maar eigenlijk al mijn opgravingen die ik ooit in Vlaanderen gedaan heb, dat is op basis van het werk van die amateur-archeologen die nu toch wel een beetje in de noek geschoven zijn.
En waarom zijn ze er ook geschoven? Ja, op zich niet, want er zijn nog altijd wel amateurarcheologen die ook actief zijn, die op treinen lopen en die nog altijd wel hun vondsten melden. Er komen altijd wel echt waardevolle dingen uit, sowieso. Komt er een moment waarop er een soort kloof ontstaat tussen amateurarcheologen en professionele archeologen? De laatste jaren zien we een afkalven in het vertrouwen in wetenschap. We hebben het gezien met corona. Er is een soort een groeiende kloof. Ik heb de indruk dat, als ik u hoor praten, Piet, dat er eigenlijk wel een soort uitwisseling was van kennis tussen amateurs en professionals. Absoluut, er was een grote uitwisseling van kennis. Het is misschien minder nu, maar we proberen het altijd wel te stimuleren uiteindelijk ook. Het is nu bijvoorbeeld de wetgeving rond metaaldetectie. Ja, en metaaldetectie is eigenlijk ook een soort van citizen science, waarbij dat mensen hun vondsten melden. Ja. En wij proberen daar ook op in te gaan, naar onderzoek, naar beheer, naar bescherming toe. Maar ook bijvoorbeeld steentijd amateurarcheologen, die ook nog altijd terreinen aflopen. Ik heb samen met Philip van Peer bijvoorbeeld in Nijlen in 2008, zitten opgegraven. En dat was ook door een rattenvanger in de Vallei van de Neet eigenlijk gevonden. Is het echt? En ja, het is denk ik nog altijd een van de enige vermoedelijk aardesburgzittes die we hebben in Vlaanderen. Dus we proberen het wel, maar het is een heel intensieve klus sowieso. Maar er is gigantisch veel materiaal. Dat is wel inderdaad zo. Ja. De rattenvanger zat er niet tussen bij u, Piet. Jawel. Ja, toch? Vader Carolus uit Zonhoven. En zijn zoon, ja. Van de Zonhovenspits. Van de Zonhovenspits, ja. Heeft die dan gevonden of ben je daar gaan opgraven en heb je die dan zelf gevonden? Die Zonhovenspits bedoel ik. Ik ben altijd gaan opgraven op plaatsen die amateurarcheologen eerst hadden gevonden. Ik heb zelf geen enkele vindplaats zelf gevonden. En wat zijn dan de belangrijkste vindplaatsen? Die ik in Vlaanderen opgegraven heb. Ik heb Kannen vernoemd, dat is toch wel erg belangrijk. En dan een hele hoop mesolithische nederzettingen en ook de Aresburg-nederzetting van Dat Kannen is eigenlijk de eerste enige Magdaleniaanse die dat we hebben. Dat is de enige. Dat is eigenlijk voor de eerste keer dat we terug die moderne mens in Vlaanderen zien terug binnenkomen. Inderdaad. Wel, er zijn er zeer veel. Ja, ik heb zeer veel mesolithicum opgegraven dat nu overgenomen is door collega Crombé in Gent, die prachtig werk heeft gedaan, maar dan vooral in het noorden van Oost-West-Vlaanderen en ook langs de Schelde, de ganse Scheldevallei, waar een totaal andere vondstomstandigheid was dan waar ik in de Kempen werkte. De Kempen was het allemaal in potzolen. En zand. Dat potzolen is een soort ontwikkeling van de bodem. Typisch is voor de zandbodems in de Kempen. Met grote problemen qua datering. En ik heb heel wat gewerkt over hoe bewegen artefacten, resten van de mens, zich in de bodem. Als je die op de bodem laat liggen, gaan die erin zakken of niet? En naar mijn mening, ik heb daar ook een. Je hebt ze misschien een Canadese die bij ons geweest is. Die heeft daarover gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat. En in feite, Darwin zelf heeft daar ooit een artikel over geschreven. Een Romeinse munt die hij ergens op de bodem had gelegd en dan later opgegraven heeft en die was, ik weet niet hoeveel, dieper geraakt. Dat is de ganse omvang van de bewegingen in de bodem die veroorzaakt door fauna en flora. Ja. En dat moet een enorme impact gehad hebben. Ja, want ik weet dat Sean bij haar doctoraat was dan bezig met bijvoorbeeld in een soort van aquarium setting met militische artefacten en daar wormen in. En dan ontkijken van hoe bewegen die wormen of bewegen die artefacten eigenlijk in de bodem aan de hand van die wormen, molen, wortels. Het bodemvorming zelf natuurlijk, want bodemvorming is ook een probleem. En dat is dan ook een probleem als je dan iets vindt dat je kunt dateren. Wat is de correlatie tussen datgene wat je wilt dateren en datgene wat je dateert? Meestal dateer je houtskool of resten van hout die bewaard zijn. En je correleert dat dan met het lithische materiaal, de werktuigen, de stenen werktuigen die daar zijn. Ja, zijn die op hetzelfde moment op die plaats geraakt? Zeg, Piet, jij was ook bezig met veel experimenten, of je die toch. Ik herinner mij, ik denk dat het over tafonomie gaat. Tafonomie wel, dat is de het. De ezel die we in El Abadia dood zagen liggen de eerste dag. En dan moest ik gaan meten waar die benen tijdens de opgravingscampagne naartoe gingen. En dat was dus indrukwekkend, hoe ver dat die gingen. Hè. Dus eigenlijk, als prof, neem je daar toch risico mee. Ja, maar dat is.
Wetenschap, dat is zoeken, dat is prutselen. Ja, zoeken om antwoorden te krijgen op vragen en vragen leren stellen ook. Dat is een feit. Heb jij zelf ooit stenen gekapt? Heb je dat geleerd? Ik heb dat, maar ik was geen artiest. Ik was geen artiest. Nee, ik heb er mij eigenlijk ook nooit echt op toegelegd. Nee. Ik moest veel lesgeven ook. Hè. Ja, ik had, in het tweede college wat ik van u kreeg, dat was in het MSI, het Monseigneur Sancy Instituut. Ja. Toen kwam u af met een bak vol verse vuurstenen, onbewerkt. En u begon te hakken. En ik weet nog, een chopper en een chopping tool, dat ging nog. Ja. Zo de vroegste werktuigen. Een bifas, dat zat er niet meer in. In feite zou je dat ook, maar ja, je kan niet alles doen. Hè. Maar het is wel een kunst, hè? Zeker een Levallois-afslag weten te produceren. Ja. Maar ik heb er genoeg mensen dat zien doen. Om toch enig idee ervan te krijgen. Maar ja, zelf ben ik er nooit... Maar jullie hebben ook wel toch experimenteel archeologie gedaan. Frans, ik geloof dat jij met Mark de Bie ooit een schaap veelvuldig hebben opgehangen. Een dood schaap doorboord met pijlen. Met pijlen, ja, voor de gebruiksanalyse. Kijken, om te kijken hoe die breuken op de voet van die pijlen ontstonden altijd. Ja. Dat was juist het ganse begin van dat gebruiksporenonderzoek dat dan door Veerle Rots bij mij verder... is ontwikkeld geweest en nu in Luik verder gaat. Hè? Maar daar wilde ik eigenlijk toe komen, hè, want dat is eigenlijk het belang van de prof die dan zegt van ja, experimenteer maar of onderzoek het. Hè, onderzoek het. Nee, maar de range van je werk is ook, je hebt dan de Neandertalercites ook, hè. Bij je doctoraat zijn er ook heel oude middenpaleovondsten eigenlijk. Ja. Je hebt dan je mesocites in de Kemper natuurlijk, de middensteentijd, hè. Dus eigenlijk de recentere steentijd. Je hebt dan de Michelsbergcites, waar Bart van Montfort ook op heeft gedoctoreerd. Dus de range was wel heel breed. In die zin is er echt wel aan de KU Leuven pionierswerk verricht. Waar we nu nog altijd dat is verder toevallig, hè? Dat is toevallig, omdat er amateurs waren die daarmee bezig waren en dat ze mij meekregen. Ja. Ja. Had je eigenlijk een voorliefde voor paleo, meso of neo? Het was allemaal interessant. Ja, alles wat nieuwe dingen waren, dat interesseerde mij. Maar vanaf de metaaltijden was het journalistiek voor u. Dat was, maar ja, dat deed iemand anders. Ja. Ik heb mij echt beperkt tot de steentijd. Dat is echt steentijd. Er zijn zo bepaalde vragen die je nu nog sterk mee zit eigenlijk in Vlaanderen, qua onderzoeksvragen, qua... Er is nog natuurlijk heel veel te ontdekken natuurlijk. Hè. Er is nog zoveel te doen. Hè. Ja. Qua dateringen is er enorm veel te doen. In de Vlaamse Vallei, ja, wat is daar allemaal gebeurd? Ook gedurende het jong Paleolithicum, wat is daar gebeurd? Hoe zit het dan met het ganse midden Paleolithicum? Ja, er zijn nog zoveel vragen. Dat is toch een enorm archief natuurlijk dat we moeten ja, dat moeten is een bodemarchief en je moet het vinden natuurlijk, ja. Nog werk genoeg voor de toekomstige archeologen. Maar Piet, u bent nu 84 en bijna 20 jaar met emeritaat. Uw stem, uw geestdrift, uw eruditie klinken nog als vanouds. Ja, ik ben er altijd mee bezig geweest, ja. Ik ben er altijd mee bezig geweest, sinds ik op emeritaat ben. Dan was er nog veel van Egypte te publiceren. Nee, we hebben dus toch een tiental Egyptische boeken in onze reeks gehad, denk ik. Veel daarvan is gebeurd na mijn emeritaat. En ook nu bent u nog bezig? Nu ben ik nog bezig, maar nu is het eerder geen nieuwe zaken meer vinden. Het verzamelen van wat internationaal gepubliceerd wordt. Kwadateringen. Ja. Voor alles wat paleolithisch is? Alles wat paleolithisch is voor Europa, tot in Siberië inbegrepen. Alle radiometrische dateringen van mensen van nederzetting ouder dan 9500. En die verzamel ik. Dat ik heb een serieuze databestand verzameld op Access, dat internationaal toegankelijk is en dat ook wereldwijd wordt gedownload. Een soort Wikipedia van de paleolithische dateringen. Nee, het is gewoon een lijst. Het is echt een lijst, ja. Een lijst. Ja, met zoveel mogelijk aanduidingen van het technische, hoe dat de dateringen gebeurd zijn. Ja, ja, ja. Volgt u ook nog de andere literatuur van de prehistorie? Ik volg natuurlijk. Ja. En ook het hele DNA-verhaal voor het tegenwoordige Maar ja, je moet dat natuurlijk volgen, anders ben je niet meer op de hoogte van, uiteraard. Maar niet in detail, want
Het overstijgt, het begint mij te overstijgen ook. Hè. Ja. Het begint mij te overstijgen. Ik ken die, veel die ganse biologische background. Ja. Het wordt een heel complex verhaal natuurlijk. Ja, ja dat, daar kan ik eigenlijk niet meer volgen ook. Hè. Ik moet dat eerlijk bekennen, ja. Ik herinner mij als jij in Egypte toekwam, dat was een andere Piet die we zagen, hè. Ontspannen. Wel gefocust, hè. Ontspannen, maar wel gedreven enzovoort. Maar toch, allee, ga je nog terug nu? Nee, nee. Sinds ik ruzie gemaakt heb over ons skelet met de minister, ben ik niet meer willen teruggaan. Ja, ja, het is niet dat je niet meer welkom bent. Nee. Bij het bouwen van het nieuwe museum voor Egyptian culture, niet het museum, het grote nieuwe, een ander museum in de stad, hadden ze mij gecontacteerd om te zeggen, ja, uw skelet van Nazet Kater, kunnen we dat niet voor ons museum hebben? En ik had gedacht, ja, nee, ja, want ze dragen daar geen zorg voor, al wat prehistorisch. Ik was dus eerder afwijzend geweest. Maar uiteindelijk, ja, na over en weer met mail te schrijven, had ik gezegd, well, ja, misschien wel als het andere skelet van Taramsa dan naar Europa mag om daar gereconstrueerd te worden. En ja, daar waren ze, ja, we waren tot een akkoord gekomen en zij gingen dat voorleggen aan de minister. En ik was dan op congres in Cairo en ja, er was een afspraak gemaakt met de minister. Ik dacht dat dat allemaal goed was voorbereid. Ik kom bij de minister samen met de conservator en ik zei ja, skeletten, bones, zei de minister. Ik zeg yes, bones. Human bones. No bones, zijn we vlogen buiten. Dus daar is nooit enige ernstige discussie of begrip of wat dan ook geweest. Dat was het des ten andere. Die man die altijd op tv komt, die was toen minister. Hoe noemt hij weer met ach, zijn... ja, de... met zijn hoed. Ja, ja. Die bij alle programma's over Egyptische archeologie de show komt stelen. Dat was die man. En daar heb ik gezegd, voortaan, nee. Nu is het gedaan. Maar zo mensen... En David, een als je de passie zo hoort van Piet, geen spijt dat je niet in de archeologie gebleven bent. Vanwaar, want je had toch ook een academische carrière in de archeologie kunnen ambiëren? Absoluut, ja. En ik vind het echt geweldig om hier de verhalen weer te horen. Ik vind het ook geweldig te horen dat er nu die syntheses zijn van de Vlaamse prehistorie. Ja, de onderzoeksbalans. De onderzoeksbalans. Ja. Ik wist dat niet, maar ik wil die eigenlijk wel heel graag lezen. Ik vind dat toch boeiend om dat een beetje te volgen. Maar ik ben eigenlijk al tijdens mijn doctoraat geëvolueerd van prehistorische archeologie naar de geschiedenis van het onderzoek. Wetenschapsgeschiedenis, 19e eeuw, ideeëngeschiedenis, cultuurgeschiedenis. Ja, dat is een beetje zijn gang gegaan. Dat plan je niet helemaal. Maar dat lag je. Dat lag je goed. Wat lag me goed? Wat dat je gedaan hebt. Ja, toch? Ja. Wat ook goed. Ik in de archeologie is eigenlijk een reflectie op de wetenschap. Ja, van dat is een soort... Ja. Je licentieverhandeling, dat is de beste die ik ooit gelezen heb. Is het echt? Ik heb er 19,5 voor gekregen. Dat weet je nog goed. Hoe gedaan? Ik heb aan niemand meer punten gegeven. Ja. Is het echt? Allee, merci. Ja, ik deed dat zeer graag. En dat nadenken over het vakgebied en wat we nu op dit ogenblik ook aan het doen zijn. Ik vind dat ongelooflijk. Ongelooflijk boeiend. En ik weet wel, ik ben eigenlijk altijd zo blijven nieuwe gebieden opzoeken. Dat is niet per se omdat ik dat graag wil. Dat gebeurt tamelijk organisch. Ja. Ik ben nu veel bezig met klimaat en nieuwe democratie. Maar eigenlijk is het dezelfde creativiteit en dezelfde vraagstelling van hoe kunnen we... Kijk, archeologie en zeker prehistorische archeologie, dat is eigenlijk moeilijk. Je probeert de hele wereld te reconstrueren aan de hand van zeer weinig. En waar ik vandaag mee bezig ben, op vlak van democratie en klimaatverandering, ook dat zijn intellectueel en maatschappelijk en politiek ongelooflijke moeilijke uitdagingen, omdat er heel veel ongekend is en heel veel onduidelijke variabelen zijn. Ik heb eigenlijk niet zo... Ja, inhoudelijk ben ik ver weggeëvolueerd van het prehistorisch onderzoek. Maar tegelijkertijd is het nog altijd dezelfde nieuwsgierigheid en dezelfde creativiteit. En het is niet...
Kijk, een vroeger vakgebied, dat is niet zoals een ex die je niet meer ziet. Dat blijft familie. Het is alleen familie die je misschien wat minder vaak ziet, maar je blijft daar toch die affiniteit. Je hebt toch die blik, die hele grote chronologische blik eigenlijk ook. Bijvoorbeeld klimaatverandering is ook zo'n issue die nu hard speelt. Ja. Maar we hoorden er straks ook al, die Out of Africa 2, moderne mens, is ook heel hard klimaatgestuurd. Ja. Dat helpt, het lange termijn denken. Ja, en wat ook helpt, het denken over klimaat, is ook zo multidisciplinair dat het ideaal is om een archeoloog te zijn. Het is, als je met professor Van Ieperzeelen praat, de Belg die vicevoorzitter van het IPCC is, het VN Klimaatpanel, dan gaat dat echt over heel technisch, gaat dat over aantal moleculen CO2 per miljoen in de atmosfeer, maar tegelijkertijd moet je kunnen praten met armoede-experten die gaan zeggen van hoe gaan we dat doen om die huizen in Molenbeek geïsoleerd te krijgen. Dus ook daar heb je een soort hele brede waaier je moet zo affiniteit hebben met de harde wetenschappen en de sociale wetenschappen. En zowel de oorzaken als de gevolgen kunnen bekijken. Ja, en dat, in die zin is het... twee zaken hebben mij erg gemotiveerd. Ik ben de eerste leerling geweest van het VSO, het vernieuwd secundair onderwijs. Dat model heeft maar 6 jaar bestaan. Dat is de 6 jaar geweest waarin ik heb gezeten. Dat wil zeggen dat ik in mijn eerste jaar kregen wij lessen Latijn gecombineerd met lessen technologie. We moesten een morselampje bouwen en een melkbushouder. En dat heeft mij eigenlijk zeer aangesproken. En archeologie was hetzelfde. Dat was inderdaad, je had die technische kant, maar je had ook die kant van de humane en de sociale wetenschappen. En dat blijft mij voeden tot op de dag van vandaag. Dus ik beklaag mij niet dat ik die opleiding heb gedaan. Integendeel, ik vind het heel erg tof om mijn oude, maar nog steeds bijzonder vitale prof terug te zien vandaag. Wat mij heel erg heeft geholpen bij zo mijn werk in Congo en in Indonesië, ik heb heel veel gebruik gemaakt van interviews. Ja. En dat is eigenlijk bijna een archeologische manier van werken. Archeologie vind ik altijd zo de meest democratische vorm van informatie vinden. Als je op de middeleeuwen werkt, je kan alle hoofdse literatuur lezen, maar een middeleeuwse waterput, hoe triviaal het ook is, levert informatie op die niet in de hoofdse literatuur of niet in de kerkelijke archieven gaat zitten. En dat vind ik interessant. En die interviews die ik heb gedaan in postkoloniale contexten, die leveren ook informatie op die je in de officiële geschreven documentatie niet gaat vinden. En dat vind ik heel interessant. En in die zin is zo archeologie een vorm van een benadering van een samenleving van onderop. Gewone mensen, triviale objecten, het leven in zijn materiële volheid. En dat vind ik heel interessant om die blik van onderaf te voeden met interessant bronnenmateriaal. Archeologie is eigenlijk de lobby Paul Boon van de wetenschap. Dat vind ik mooi gezegd. Ja, dat vind ik mooi gezegd. Bij het begin van het gesprek, Piet, hadden we het over hoe je als jonge priester prehistoricus werd. Beide waren toen ongelooflijk zichtbaar. Je hoogleraar worden, tot de klerus behoren. Vandaag zitten we nu te praten in een voormalige kerk die ontwijd is, waar een brouwerij zit. We blijven in de spiritualiën. Maar goed, heeft u dat persoonlijk geraakt, die ontkerkelijking van grote delen van Europa? Ja, dat raakt mij wel. Dat raakt mij wel, omdat ik vind dat er iets belangrijks verdwijnt in het puur materiële. Dat eigenlijk het spirituele, de vraag naar de zin eigenlijk van het mens zijn. En het antwoord dat de christelijke visie daarop geeft, dat inderdaad in grote mate aan het verdwijnen is. En ja, je vraagt je af, waardoor gaat dat vervangen worden? In feite wordt alles zo materieel en stel je de vraag, ja, maar alleen ja, de mens is toch meer dan louter datgene vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood en dan is het gedaan, dan bestaat er niks meer van wat hij gepresteerd of gedaan heeft. Is er iets buiten dat menselijk leven van elke mens dat nog waarde heeft? En dat doet mij pijn dat in grote mate toch aan het verdwijnen is. Ik ben er wel van overtuigd dat inderdaad in het verleden die zeer klerikale benadering van het christendom, dat geen mooie zaak was en dat veel kwaad heeft gedaan. Maar in feite verliest men, vind ik nu toch wel, die enorme bijdrage die het christendom, de christelijke visie, heeft geleverd op de mens. En hoe dan ook, je kan je soms de vraag stellen, ja, die vraag heb ik mij gesteld als prehistoricus, waarom is Christus zo laat gekomen? Ja, en dan geef je toch wel die historische
inzicht dat je zegt, ja kijk, mocht hij op een ander moment gekomen zijn, mocht hij op het niveau van de Homo erectus gekomen zijn, dan zou dat gewoon verdwenen zijn, want er was geen contact tussen de werelden, dat was allemaal afzonderlijk. In de Romeinse tijd is er iets gegroeid waaruit dat geput had al uit de Griekse wereld, uit de Egyptische wereld, uit andere werelden, is er een wereld gegroeid die in feite de universele westerse wereld is geworden. En de westerse wereld die alle andere werelden, of je het nu graag hoort of niet, maar heeft beïnvloed, zwaar beïnvloed. Mm-hmm. Met de westerse economische ontwikkeling die daarbij gekomen is, die nu de ganse wereld omvat. Mm-hmm. Dus langs die kant zeg ik dan, ja, Christus kon niet op een ander moment komen. Heeft u eigenlijk ooit in uw lange leven inmiddels, heeft u ooit getwijfeld aan uw geloof? Is er ooit een geloofscrisis geweest? Wacht, ik heb continu geloofscrisis. Je hebt dat continu, dat is nogal duidelijk. Het is niet zoals een wetenschap. Hè? Je hebt voortdurend de vraag, ja, hoe zit het nu precies? Wat betekent het allemaal? Hè? We hebben onze lieve Heer Hemelvaart. Ja, je moet je niet voorstellen dat in ene keer Jezus daar een wolk onder zijn voeten heeft gekregen. Ja, dat is het zeker niet. Maar wat is er dan wel gebeurd? Het is die historische context. Ja, die vragen blijven. Anderzijds zie je dan toch, als je de evangelies leest, hè, die dus de verhalen zijn die lange tijd na het gebeuren zijn neergeschreven, dat die mensen iets willen vertellen. En dat is toch nog altijd zeer captivant. En dat geeft betekenis aan een mensenleven. En dus langs die kant, nee, tegenstellingen zie ik niet. Dat het allemaal wetenschap is, zeker niet. Maar wel ja, en dat het van jou vraagt dat je telkens opnieuw instapt, ja. En dat probeer ik te doen. En je moet ook de historiek van die teksten zelf proberen te begrijpen. Ja, natuurlijk, ja. Want ja, al die verhalen komen ook van bepaalde... Wat betekenen wij? Ja. Maar het is waar dat de secularisering een tweesnijdend zwaard is geweest. Er is vrijheid gekomen, maar er is ook eenzaamheid gekomen. Er is een spirituele leegte gekomen, een morele leegte. En wat is er voor in de plek gekomen? De primark. De goedkope economie, de wegwerpeconomie enzovoort. Dat is niet veel. Het is een schraal... Langs de andere kant blijven mensen zich wel vragen stellen en zijn mensen meer en meer op zoek naar zingeving, denk ik. Absoluut, ja, ja. Maar op een heel diverse manier natuurlijk ook. Ja, maar wel ja, datgene wat naar voren komt. Wel, ik zie buiten het christendom niet veel andere dingen naar voren komen waar dan gezegd, ja, dat heeft dezelfde draagkracht. Wat zeg je dat de moderne mens, de sapiens, hoe oud zou die zijn? 200.000 jaar? Is die volgens u veel? Sommigen zeggen 300.000, maar ja, goed, om het even. Ja, nou ja, 300.000 of op 100.000 jaar in onze sector. Nee, zou je denken dat hij veel geëvolueerd is in die 300.000 jaar? Stel nu, je pakt een kind van nu of een kind van toen en je kan het nu mee opvoeden. Zou dat een dom kind zijn of iets van die strekking? Misschien een rare vraag. Of is er weinig evolutie geweest? Ik denk dat cultuur de fundamentele verandering is geweest. Mocht je nu een kind van 200.000 jaar geleden van een moeder daar oppakken nu, dat je dat kind zou kunnen opvoeden dat het zich hier thuis voelt. Mm-hmm. Dat denk ik. Dus de mensheid is veranderd, maar de mens is eigenlijk niet veel veranderd. Wel, ja, wat noem je nu de mens? Is dat nu louter lichamelijk? Of geestelijk? Als individu, als wezen, als soort. Ik denk dat de cultuur, dat ontwikkeling, dat het fundamentele is van onze eigen huidige wereld. En de mens heeft dat tot stand gebracht langzaamaan in die verschillende benaderingen die er geweest zijn. Waarbij, naar mijn mening, het christendom een van fundamentele benaderingen is die zin geeft aan alles wat er in het verleden gebeurd is. Maar dat is mijn visie natuurlijk. Ja, misschien kunnen we wel hopen putten dat we ook bij de prehistorische mensen ook verwondering zien en bepaalde rituele, religieuze ideeën. Ongetwijfeld, ja, de prehistorische kunst is daar. Dus het zit toch ingepakt. Een mooi voorbeeld van het zeer rijke denken dat bij die mensen aanwezig was. Dat was spijt genoeg niet meer kunnen vatten, maar dat er zeker aanwezig was. Ik zou dat toch zo zien. Zouden die ook een mis hebben gedaan in de grot, zoals jij in Egypte iedere dag... In de grot van Lascaux of Chauvet. Dat wordt toch door velen vooropgesteld. Maar daar zeg ik, dat kunnen we niet weten.
Maar het rituele zit altijd in de mens en heeft er altijd in gezeten. Dat heeft er altijd in gezeten. Dus, dat is een cultuur, ja. Op zijn minst kunnen we het christendom, als we het dan toch moeten reduceren, we moeten het niet. Hè. Nee, je moet dat echt niet reduceren. Maar het is tenminste toch nog altijd een conglomeraat, zeg maar, van rituelen die betekenis hebben. Hè. Dus daar kunnen we toch maar ja, nee, het is meer dan rituelen. Hè. Het is ook een denkpatroon. Het is niet alleen het uiterlijke. Rituelen is uiterlijk. Nee, het gaat innerlijk. Twee zomers geleden ben ik nog eens de grot van Rouffignac gaan bezoeken. Ah, ja. Die ik zelf een van de allerindrukwekkendste prehistorische vindplaatsen van Europa vind. Is dat die met die zwart-witte mammoetekers? Die mammoeten die met die lijken gisteren getekend is. Dat is een hele diepe grot. Ik denk dat dat de diepste grottenkunst is in Europa. Je rijdt er vandaag zelfs met een treintje in. Je ziet zelfs graffiti uit de 14e eeuw en de 17e eeuw. Dat eerste grote lange rechte stuk van die tunnel. En dan stap je uit en wandel je tussen die tekeningen van 14.000, 16.000 jaar geleden. Het lijkt alsof ze er pas zijn aangebracht. En ik liep daar rond. Ik moet dan natuurlijk denken aan de colleges van Piet van 30 jaar geleden. Maar ik moet ook denken aan die mensen van toen, van 14.000 jaar geleden. En het lijkt allemaal zo veraf en het is allemaal zo dichtbij. Het zijn mensen zoals wij, die ook hebben gezocht naar iets van betekenis te vinden in dat leven. En het leek alsof verschillende lagen uit mijn eigen leven en verschillende lagen van die prehistorie op dat ene moment samenkwamen. En dat was ongelooflijk indrukwekkend als ervaring. Misschien kunnen we daarop besluiten. Hè? Dat lijkt me toch een fantastisch besluit. Ja, mooi inzicht. Nou, dank u. Met plezier. Om hier geweest te zijn en om ons zo te onderhouden over dingen die iedereen aanbelangen uiteindelijk. Ah ja, dank u Frans en Erwin. Het was heel fijn om hier te mogen praten en vooral heel fijn om met Piet zo lang in gesprek te mogen gaan. We moeten dat meer doen. We moeten dat Zo, dit was de Archeotoog, de podcast over archeologie in Vlaanderen. Wil je meer weten, dan kan je de show notes van deze podcast vinden op www.onroerenderfgoed.be/de-archeotoog. Bedankt aan onze gasten Piet Vermeers en David van Rijbroek om hier vandaag te zijn. Bedankt ook aan de Batteriek, het gezellige café in Mechelen waar onze Archeotoog staat. Ik stel voor dat we hier een glas op drinken. Dat is goed. Voilà. Tijd. Gezondheid. Allee. Gezondheid. Gezondheid. Piet. Gezondheid. Frans. Erwin.